gewrichtsontsteking heb opgelopen. En dit is niet voor nu. Cheers. Ik me gewoon te pletten. Volgens mij zweet ik nog steeds onder mijn tieten. Oh nee, het is opgedroogd. Welkom weer bij een nieuwe vlog voor de mensen die nieuw zijn. Ik ben Jocelyn en het is weer een nieuwe week. Jullie gaan het niet geloven, maar ik heb de afgelopen 2 weken eigenlijk niet gevlogd. Reden nummer 1, omdat ik niet zo lekker in mijn vel was. En reden nummer 2, omdat ik gewoon geen zin had om iets te doen en zo. En ook echt heel moeilijk dingen kon doen, doordat ik een gewrichtsontsteking heb opgelopen aan mijn rechter pols. En ik heb er nu nog steeds last van. Het belemmert me echt in mijn doen en laten. De ene dag doet het meer pijn dan de andere dag, maar I'm hanging in there. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het is nog steeds een beetje dik en blauw. Vanochtend moest ik echt bijna janken, omdat het gewoon erger aanvoelde. Maar goed, ik probeer gewoon rustig te doen. Ik ben ook niet meer aan het klussen en zelf dingen in elkaar aan het zetten. Ik moet nu ook gewoon echt serieus wachten totdat mijn vriend er is en het kan doen. Dus ik ben tranquil, jongens. Ik ben eindelijk rustig. Maar ja, dat is dus de reden dat ik eigenlijk ook veel minder had gevlogd en zo. Maar goed, het is weer een nieuwe week. We zijn inmiddels ook in een nieuwe maand. Het is juli. Dus we gaan er gewoon weer tegenaan. Ik ga jullie er gewoon weer bij pakken. En proberen weer leuke dingen te doen in mijn tijd. Ik ben nu helemaal klaargemaakt om Daddy te gaan ontmoeten. Ze vroeg of ik met hem mee kon naar de IKEA. Dus dat ga ik doen. Helemaal buiten adem, jongen. Goed, ik ga even snel waterbak om mee te nemen. Ja, ga ik mijn blazer aan of ga ik een jas aan? Het is best wel fris vandaag. Het is volgens mij echt 19 graden of zo. Laten we zien. Nou, mijn horloge doet wat het wil. Even kijken. Ik wil me niet laten zien hoeveel graden het is op dit moment. Maar goed, ik ga even mijn blazer aan en dan ga ik uit huis. Daddy. Maar je krijgt niks van nu erbij, ja. Nou jongens. As you can see ben ik alweer naar de IKEA. Ik heb een vervelende kind opgehaald. Met zo'n grote, brutale mond. Vandaag. Ik weet niet wat zijn probleem vandaag is, maar ik lach echt niet met hem vandaag. Ik lach niet. Ik lach niet. Nee. Ik krijg dadelijk geen klo, hoor toch? Dat doe je. En dan ook nog mijn moeder aan één kant. Even koud. Mijn moeder aan één kant, die wilde dingen voor haar kopen. Maar de hele dag veranderd van wat ik moet kopen. Dat kan niet, hè? Vandaag. Vandaag kan ik echt niet. Maar goed, ik ga even mijn hotdog eten. Die doos is best wel gaaf. Ja, dat is niet zo fijn aan mij. Nee, dat is best duur. En daarna ga ik even pas bij zoomen erop. Ik moet zelf een boodschap voor mezelf halen. Gaat dat mee helpen? Je laat het zomaar lijken. Maar soms help je me precies niet. Ja. Bijna elke dag wanneer je boodschappen doet. Want in de auto weet je nog wanneer je veel boodschappen hebt. Er is mijn tandvlees opgezwollen binnen. Het doet pijn, man. Ja, het is ook een hele dag. Bijzonder weer, mag ik wel zeggen. We krijgen te maken met een klein lage drukgebied wat over ons land gaat trekken. Dat gaat vannacht al gebeuren en ook vooral morgen overdag. En daar wordt veel regen bij verwacht. En,
dagen is het echt vreselijk weer buiten. Het is nu wel echt al in de middag, dus het is een beetje opgeklaard. De storm is een beetje, volgens mij is het al een beetje over. Ik weet het niet zeker, maar ik ben nadat ik Jeremiah weer van school ben gehaald en niet meer naar buiten geweest. Omdat ik me ook echt niet lekker voel. Alleen ik word zo ziek, ik snap het niet. Ik heb gewoon griep ineens gekregen. Mijn keel doet echt pijn, jongens. I cannot, maar goed. Ik probeer echt mijn appel te eten met jullie tegelijk te praten. Dat gaat niet. Maar goed, ik moet voor vandaag echt boodschappen halen. Maar ik zit echt weer te twijfelen of ik het morgen uitstel. Is dat er dan nog iemand? Oh, freak. Ik dacht echt dat iemand naar me stond te kijken. Maar je kan als het goed is niet naar binnen zien. Maar goed, ja, dus ik zit hier nog even binnen te denken of ik echt de deur uit ga of niet. Lekker. Lekker zoet. Ik heb echt een hele bakje met appels. Wat? Ik heb... Sorry. Ik heb de hele dag geslapen. Los van dat ik Jeremiah naar school moest brengen en weer moest ophalen. Heb ik de hele dag geslapen. Ik voel me echt niet lekker. Dus heb ik ook niets gegeten. Deze appel is het eerste wat ik ga eten voor de dag. Echt. Ik ken het. Wacht, de bel. Een pakketje van de Baby Paper. Ja. Baby Paper is geleverd. Ik ga het met jullie open doen. Volgens mij heb ik dit echt eergisteren of zo besteld. Ik weet niet of jullie me goed horen. Laat me even die afzijkant kijken. Ik ben helemaal buiten adem van eventjes lopen. Oh my god. Niet serieus. Is alles geleverd? Lang niks besteld bij die Daily Paper. Het is echt weer naar een hele lange tijd. Maar goed, ik heb deze hele mooie broek. Joggingsbroek. In deze prachtige kleur. Ik hoop dat die me past. Ik denk het wel. Next. Dit. Oh, deze had ik voor mijn vriend. Deze had ik voor mijn vriend. Het is gewoon een shirt. Ik weet niet, zal ik die ook uitpakken? Ja, ik ga het gewoon uitpakken. En dan zet ik het meteen aan de hangers. Deze had ik dus voor vriend. Het is een beetje beige-achtig. Gebroken wit. Deze shirt had ik voor mezelf. Deze kleur. Lijkt alsof ik allemaal blauwe dingen heb gekocht, maar nee. En dit is niet voor nu. Dit is echt voor wanneer ik op vakantie ga of zo. Laat dit open. Je loopt alleen maar chips en al die dingen te eten. Je denkt, ik voel me niet goed, ik slaap. Je gaat maar doen wat je wilt, hè? Nee. Maar goed jongens, deze shirt heb ik ook voor mezelf. Ik zie dat het best
oversluis is. Maar wil je er niet doorheen praten, want dan kunnen ze me niet horen. Oh ja, sorry mensen. Hoezo pak jij twee pakken chips terwijl je net al chips hebt gegeten? Sorry, mama. Ja. Maar goed, ik hou wel van oversized. Ik snap ook echt niet waarom ik een maatje L heb genomen, maar oké. Die. Dat is echt niet een kleur die ik makkelijk draag. Oh! Ik heb hetzelfde ook genomen voor mijn vriend. Ik dacht dat ik dat niet meer had gedaan. Maar dit is hetzelfde shirt ook voor hem. Hij gaat sowieso niet met mijn middelen matchen, maar hij moet. Is dat wel hetzelfde? Ja, is hetzelfde. Ik hoop echt dat jullie me helemaal kunnen zien. Want anders ben ik echt van alles voor zomaar aan het opnemen. Kan dat? Deze jurk is kort. Oh nee, is niet zo kort. Deze jurk. Ah, ik zag die jurk en ik dacht, oh, deze moet ik hebben. Hij is niet zo kort. Een beetje achter. Volgens mij kunnen jullie nog niet zien door al deze troep hier. Kijk, komt het? Net boven mijn knie. Deze is sowieso ook op vakantie. Maar ja, ik ga pas december op vakantie, dus. En last but not least, heb ik slippertjes. Slides. In een maatje 39. En ik draag 38, 39. Dus ik hoop dat die me past. Als het goed is, moet het me gewoon passen. Als ik 39 van iets koop, past het me altijd. Maar ik weet niet hoe deze valt. Oh ja, en de kleur is blauw. Like the short. Because I'm gonna match it. Laat me passen. Kunnen jullie ook pakken? Kunnen jullie zien of het net is? Alleen mijn voeten zijn echt opgezwollen. Dus als het er niet in gaat, is dat het er. Zie je? Hé, hey, let jullie niet op mijn dikke worstelvoet hoor. Maar oké, dit is wel gewoon mijn maat. Alleen die voet wil niet verder naar voren. Heftig. Echt heftig. Deze kant gaat wel een beetje meer naar voren. Maar, ja. Heftig man. Mijn voeten zo zijn opgezet doet ook gewoon pijn als ik forceer. Dus dat gaan we niet doen. Maar zodra deze baby eruit is, pas alles maar weer. Als ik jullie zeg, zelf mijn andere schoenen passen me niet. Alles doet gewoon pijn. Ik kan bijna alleen maar mijn Balenciaga runners aan. Omdat dat helemaal van stof is. Echt voor de rest, mijn voet wil gewoon niet niks. Maar goed, dat is mijn bestelling. And I like everything. Dus ik ga nu alles weer, ik ga alles even wegzetten. En dan ga ik even weer rustig zitten en mijn appels verder eten. Lunch toch, Kyla? Ja, een hangover lunch. Jij met je hangover lunch? Ik niet. Ik lig lekker op pannenkoeken. En nu moet ik Jeremiah ophalen. Je hebt 5 minuten om daar te zijn, maar ja, jij bent snelheidsvogel. Dus je redt het wel, hè? Ja, ik red het sowieso. Ik red het sowieso. En ik moet nog boodschappen doen. En deze gaat weer de bed in. Ja. Dat is toch geen leven zo. Ik moet echt een hobby zoeken,
Ik zoek eentje voor me, ja? Als je eens hebt gevonden, dan meld je me toch. Zoek je meisje. Joshua? Later. Later. Bye, vloggers. See jullie de volgende keer, the next time. Nou jongens, zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. Ik heb boodschappen gehad, eindelijk. Na heel veel dagen uitstellen. Maar ja, het was niet dat mijn koelkast leeg was, maar het was gewoon... We hadden niet meer alles wat we nodig hadden, brood en zo. Broodbeleg. Ik heb al alles nu gehaald. This is de koelkast now. Ik ga niet... Ik ga echt niet alle boodschappen aan jullie wijzen, want het is echt te veel. Kijk die tassen. Dit zijn die tassen. Ik heb gewoon echt geen kracht om alles te lopen wijzen. Dus ja, ik ga gewoon alles inruimen. Hallo guys, het is weer een nieuwe dag. Ik ben in babydamp. Maar er is niet echt personeel hier, dus we moeten heel lang wachten voor het geopend worden. Ik heb een jurkje aan, het is warm today. Hier, ik heb slippers aan. Letten jullie niet op mijn dikke voeten. Oh, jongens, het is echt zo warm. Ik zweet me gewoon te pletter. Volgens mij zweet ik nog steeds onder mijn tieten. Oh nee, het is opgedroogd. ik ben de hele tijd aan het zweten onder mijn tieten. Niet normaal. Onder mijn borsten. Sorry. Maar ja, is life. Is de realiteit. En ik heb net een paar dingetjes gehaald in de babydamp. En ik dacht, ik hou ook even meteen een paar dingen in de kruidvat. Wauw, jullie willen mijn rekening, bedrag die ik moest betalen in de kruidvat niet weten. 100 euro's. 100 euro's. Ik ga jullie straks laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Thank you. Ik heb een slush. Ja. Ik weet niet waar we naartoe is. Ze is weggelopen. Dat kan ik zeggen. Dus. Hey guys. Ga lekker mijn slush. Oh. Een rietje dat verpakt is. Nou, ik hou van hun. Ze zijn hygiënisch. En het is geen papier. Ja, this is what I like. Een vrouw keek me door, die kwam weer van zeggen. Oh, staat daar je naam op? Wat op je naamketting? Ik moest zeggen, mevrouw, het is toch een naamketting? Het is precies jullie naam, sowieso. Ik kan het. Ja, gewoon wat zeggen. Mijn god.
Dit, ik kan dit de hele dag drinken, hè. Zo verkoelend. Ik zat te luieren, jongens. We hebben vergeten dat ik jullie nog zou wijzen wat ik allemaal had verhaald. Als jullie te veel lawaai op de achtergrond horen, het is mijn fan en ik ga het niet uitdoen. Sorry. Oké. Okay. Ik ga alleen wijzen wat ik bij de kruisvat heb gehaald. Jullie ziet dat. Jullie kunnen het eigenlijk al een beetje zien. Ik heb tandenborstels gehad. Deze brandnetel en groene thee heb ik gehad. Want brandnetel is goed voor vocht. Dus het is vochtafwerend of zo. En ik hou heel veel vocht vast. Dus ik dacht, weet je, ik mag het gewoon drinken tijdens mijn zwangerschap. Dus ik ga het gewoon proberen. Ja, dan hoop ik dat het werkt. Sorry dat ik mijn neus de hele tijd optrek, maar jongens, ik ben zo verkouden. Dus ja, jullie moeten het wel even begrijpen. Oké, okay. Laten we snel doorgaan. Dan kan ik lekker een warme douche nemen. En filmpje kijken of zo, want ik heb nog geen slaap. En mijn vriend is onderweg met McFlurry. Wat ik les McFlurry. Oké, okay. We gaan verder met wat ik heb gehad. Oké, we hebben deze Lenore geurboosters. Drie van was in aanbieding 3 voor 9 of zo. En we hebben de wasbeslachter van. Was ook volgens mij 3 voor 9. Ik heb Fix. Dit heb ik echt hard nodig. Uiercreme. Ik moest dit van mijn vriend kopen. Ik vind beneertje opeens dat het de verkeerde is. Maar goed. Oké. En ik heb alcohol. Moest ik halen van de kraanverzorger. Kraanverband. Ik heb geen zin meer om alles eruit te halen. Deze Lenore pot. Ook in de aanbieding, jongens. Ik weet alleen niet tot hoe lang nog. Oral-B. Die gebruik ik niet. Wat? Tandenstokers. Ontharingscreme. We hebben Palmolive Safe, douchegel, Meridol tandpasta, nog meer Oral-B. Nog een thermometer. En waar is mijn paracetamol? Because I need it. Ik heb pijn. Daar is mijn paracetamol. En dat was alles van de kruisvat, jongens. En dat is 100 euro. Ik kan het gewoon nog steeds niet geloven. Ik voelde me zo hard genept. Ik heb mijn moeder nog die bon even voor de tweede keer laten checken. En het was echt 99,15 euro. Ik kan het gewoon niet geloven. Kijk jullie. 99,15 euro. How? Het leven is te duur. Ik vind het leven veel te duur. En ik vind dat ze ons neppen. Ik vind dat ze ons echt neppen. Maar goed, ik ga al deze spullen even. Oh. Ik ga al deze spullen even opruimen, op mijn kamer zetten. En de rest op een plek zetten. En dan ga ik lekker de douche in, jongens. Jongens, kijk even hoe Brigaar is geparkeerd. Hell of a job! Nou jongens, we zijn op Bloemendaal. En parkeren is one hell of a job, want alles is vol. Maar you're trying. Don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dance with me, you don't have to admit you wanna play. Dance with me, just let me rock you till the break of day.
Station. We hebben vandaag gegeten bij Bronze Beach. Correctie, het was Bronze Beach. Nou, we hebben lekker gegeten hoor. Buikje vol. En gedronken. Mijn buikje was al vol, maar. Ze hebben cocktail gehad, maar zonder alcohol. Alcoholvrij. Een mocktail heet dat. Een mocktail. Ja. Ik heb te veel wijn op, dus ja. Neem me niet kwalijk. Ze kan het zelf niet helpen. Wat hè? Dat je jezelf niet kan helpen. Ik kan jou, ik kan mij helpen en ik kan haar helpen. Oh, hey toppertjes. Het is weer zondag en ik heb net Jeremiah afgezet op een feestje van zijn klasgenootje bij de Candy Castle. Ik had geen zin om daar te wachten, dus ik ga denk ik gewoon weer naar huis. Of anders ga ik gewoon even langs mijn moeder. Het is tot 6 uur volgens mij als het goed is. Of 5:30, maar volgens mij zei die vader van het jongetje net dat het 6 uur was, dus... Dan ga ik gewoon straks terug over 2,5 uurtje. Het is nu op dit moment 3 uur. Ik ben echt moe. Ik voel me gewoon niet lekker. Dus. Dat zei ik. En ik lust echt McDonald's of zo. Ik lust de hele dag junkfood. Echt vreselijk. Ineens. Ik heb geen trek in goede dingen. Alleen in McDonald's. Dus ik denk dat ik straks ook even langs de McDonald's ga. Later. Sorry jongens. Ik ben het eens meer naar de McDonald's geweest. Kom thuis. Zo. Die storm is op komst hoor. Oeh. Ik kom thuis. Ik heb even afgewassen en zo. En ik dacht ik ga even op de bank zitten. Ik ben in slaap gevallen. Maar het is 7 uur. Het is maar 7 uur. Het is nu 5 uur. Ik ga gewoon nu alvast weer terugrijden naar Candy Castle. Zodat ik op de beetje normaal ben om hem weer mee te nemen. Want echt, er is echt weer een storm op komst. En het was al code oranje. En ik wil gewoon dat we snel weer binnen zijn. Dus let's go. We zijn weer thuis, veilig thuis, want ik zat echt even vast in die onweersbuien. Maar ik ben weer veilig thuis. Het is gestopt met regenen, met onweer moet ik zeggen. Want het ging er echt hard aan toe, jongens. Ik heb dus ook mijn McDonald's kunnen halen. Ga ik nu lekker eten. En ik ga voor vandaag eigenlijk niks meer doen, dus ga ik bij deze ook meteen de vlog afsluiten. Ik hoop dat ik beter heb gevlogd dan die andere weken, maar ik weet dat ik ook niet op mijn best was deze week. Maar goed, ik hoop dat jullie alsnog hebben genoten. Dankjewel voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet niet te abonneren. En vond je het een leuke video? Druk dan op die dikke duim omhoog. En dan zie ik jullie weer in een nieuwe video.